Aramijs, je begint een beetje op een ideale schoonzoon te lijken. Want? 8 wedstrijden lang op scherp, 8 keer geen geel. Tja, ja, dat, ja ik sta lang op scherp inderdaad, maar nu je erover begint, nou, laten we hopen dat ik hem nog even uitstel. Je had wel veel kritiek tegen de scheidsrechter afgelopen week. Ik denk, die pakt hem. Kritiek? Je schreeuwt tegen hem. Nee, ja, ik had wat discussie over een enkel moment. Hè. Voor de rest was het eigenlijk niet zozeer ook naar de scheids, maar ook meer naar andere mensen toe. En voor de rest... Vond hij dat allemaal prima. Het valt me op dat jij vaak praatkaarten pakt. Ja, klopt. Ik heb twee domme dit seizoen. Twee beginnen eigenlijk al gelijk. Twee, nou, één keer trouwens voor een bal wegschieten en eentje voor praten. En, vroeger was ik daar nog kwetsbaarder in, om het zo maar te zeggen. En ik heb het eigenlijk wel geleerd. Maar nu, begin van het seizoen, was het wel weer even raak. Ja. Je komt Roda, nummer 17. Een ploeg die de bus gaat parkeren. Nou moet je zelf gaan voetballen. Is dat wat jullie kunnen? Ja, dat kunnen we zeker. Ja. Maar we hebben ook een aantal beelden gezien waarin Roda wel wil voetballen. Dus, maar ze hebben natuurlijk Sahin die ze graag willen aanspelen vanuit de achteruit. Klopt. Maar ze kunnen ook zeker voetballen. Ze zijn natuurlijk wel oude Saar nu achterin. Dat scheelt denk ik wel. Maar ja, wij kunnen vol in de bak. Want ik denk dat zij ook een vechtwedstrijd ervan willen maken. Wat verwacht jij van Roda, de ploeg Roda? Nou ja, wat ik zeg, ik had... Voordat we de beelden hadden gekeken, had ik echt verwacht dat ze heel veel lange bal zullen hanteren. En ik heb ook een aantal wedstrijden gezien waarin ze dat deden. Ja, natuurlijk, dat veld tegen Groningen speelde daar ook een rol in. Maar we hebben ook een aantal beelden dat ze gewoon keurig opbouwen van achteruit. Dus ja, dat verbaasde me wel een beetje. Maar ik denk dat het toch wel een vechtwedstrijd wordt. Als je wint van Roda, durf je dan al van een goede eerste seizoen zelf te spreken? Ja, dat is altijd lastig als je dan weer twee kutwedstrijden speelt, om het zo maar te zeggen. Dan komt iedereen met kritiek, maar... 23 punten zou je dan hebben, dat is toch prima voor ADO, begrippen? Dat is zeker prima. En, misschien hier en daar nog wat wisselvallig. Maar als we van Roda winnen, doen we zeker goede zaken. En dan denk ik dat we een goede eerste seizoen zelf hebben gespeeld. En dan hebben we natuurlijk nog 2 wedstrijden voor de boeg. Maar goed, wij willen aankomende wedstrijd heel graag winnen van Roda, om het gat ook groter te maken. Voel jij al een verwachting van buitenaf dat je zo'n wedstrijd moet winnen? Nee, dat is altijd wel een beetje geweest, Roda thuis. Groningen thuis was eigenlijk nu ook een verwachting dat we die even zouden winnen. Dat viel zwaar tegen. Roda is denk ik altijd een wedstrijd die we thuis moeten winnen. Ligt dat dan op de loer dat je weer zo gaat spelen als tegen Groningen? Nou, dat is wel het gevaar bij ons inderdaad. Dat de verwachtingen te hoog zijn, dat we het te graag willen en dat we in het mes lopen. En daar moeten we voor waken. Maar we hebben ook wel wedstrijden gespeeld tegen tegenstanders die we wel fris voetballen. En zoals Heracles thuis, toen hebben we het wel goed gedaan. En daar moeten we eigenlijk naar kijken. Hoe groot gaat het gemis van Kanon worden? Ja, Kanon is natuurlijk verdedigend super belangrijk voor ons. Maar goed, we hebben altijd gezegd, we hebben een goede selectie. En achterin gaan we dat opvangen. Danny kan het ook heel goed. Tommy is weer fit volgens mij, dus dat wordt wel opgelost. Wel specifieke kwaliteiten, groot, sterk, op zijn Afrikaans verdedigen, dat kan jij bijvoorbeeld niet? Nee, dat klopt. Ja, dat zeg ik, dat verdedigen is super belangrijk. Want zeker tegen spelers zoals Sahin is hij belangrijk. Maar goed, de andere spelers kunnen dat ook. Dus gewoon 3 punten? Daar gaan we zeker voor, ja.